Before we leave Chateau de la Noy van Yves en Bradley, we have to go to the little medieval place close by, Châteaudun. It is really beautiful. You already see it in the back. So, let's go. And there it is. Stunning. It's also in the middle, and a little village around it. Tussen de Dorenvallei en de uitlopers van het Bos Noir, in het hart van het regionaal natuurpark Livradois Forest, ontdekt u Châteaudun, een kasteelstad van middeleeuwse oorsprong in een opmerkelijke natuurlijke omgeving. Châteaudun staat bekend om zijn mineraalwater. Een natuurlijk koolzuurhoudend water met fijne belletjes. Heel bescheiden de bijnaam de rollen van water gegeven. Met een kleine opbrengst is het zeldzaam en gewaardeerd water. De eerste persoon die de voordelen ervan op prijs stelde was de zonnekoning, Lodewijk XIV, die het regelmatig naar Versailles bracht. Châteaudun is ook een charmant stadje waarvan het middeleeuwse stadje gelegen is in een groene omgeving aan de voet van de Bos Noir massief. Een gids nodig je uit om het rijke verleden te ontdekken. Drie circuits laten je toe om door de steegjes rond het kasteel te slenteren en sporen te vinden van constructies door de eeuwen heen en de evolutie van de levens van zijn inwoners. Thank you.
Château de Châteaudun is een versterkt kasteel gelegen in het centrum van dorp Châteaudun in het noorden van het department Puy-de-Dôme. De constructie dateert waarschijnlijk uit de 12e eeuw, maar werd herbouwd vanaf 1489 en vervolgens gedeeltelijk verwoest en herbouwd in het midden van de 19e eeuw. De kapel, die nog steeds bestaat, dateert uit het begin van de 14e eeuw. Het kasteel kende ruim 38 verschillende eigenaren. We kunnen de familie Asselin, de Montagut of Roderick de Villandrodo noemen. Yes, it is private. It is from a company and I don't know exactly what. But I thought maybe we can come a little bit close. But we can try to walk around it and hopefully to see a little bit more of it instead of from so far away. So let's check it out. In 1433, in de tijd dat Roderick de Villandrodo de heer was, belegerde een bende Anglo-Bourgondische plunderaars het kasteel en er bleef een pastoorslied over. In de tijd van Villandrodo, onder bevel van Châteaudun, kwamen de Engelsen naar ons toe, maar ze werden zo verslagen dat ze hier nooit meer kwamen. Volgens de overlevering werd de Engelse leider vermoord op een plaats genaamd Deadgate. Onder het kasteel ligt een veld dat als begraafplaats voor de Engelsen zou hebben gediend. Gekocht door Pierre Lavelle, een inwoner van het dorp die een grote renovaties liet uitvoeren. Hij woonde daar tussen 1942 en 1944, terwijl hij regeringsleider was van het Vichy-regiment. Het kasteel lag ongeveer 20 minuten van het kuuroord. Hij wilde daar begraven worden en liet een mausoleum bouwen op de binnenplaats van het kasteel.
Maar opeenvolgende naoorlogse regeringen weigerden altijd de verzoeken van zijn dochter daartoe. Hij ligt begraven op de begraafplaats van Montparnasse. Het kasteel werd bij de bevrijding in 1944 gevorderd om overlevenden van concentratiekampen en voormalige krijgsgevangenen te huisvesten. Het werd in 1948 teruggegeven aan de enige dochter van Pierre Laval, José de Chambrun, die in 1951 een compensatie van 2,8 miljoen frank ontving voor illegale verkoop. Het is tegenwoordig eigendom van de stichting die ze samen met haar man René de Chambrun heeft opgericht. Dit is stichting José et René de Chambrun. Het is niet toegankelijk voor het publiek en het kasteel staat sinds 1926 op de monumentenlijst. Thank you.
So this is so close as I could get, but it is a beautiful chateau and a beautiful place to walk through. Here you see still the old castle walls from Château de La Noye, because all the side buildings are sold. With the crown. And then here, this was the main entrance. Beautiful iron gate. So I hope they can find somebody who can fix this beautiful gate. It's really stunning, because this is a very nice entrance. And on that side, yeah, that's not all salt. It's very, very pretty. But they're standing beautiful side buildings. But okay, you cannot have it all. And I'm glad that I visit the beautiful little place. And going back to the camper. See you next time.